Eigenlijk wou ik eerst zeggen, als je terugkijkt naar deze conferentie en sowieso als je ziet op de Heren, dan vraag ik me af of dat ook in jullie hart leeft, wat smaakt en ziet dat de Heren goed is. Het is zo mooi om, zoals gisteravond, er wordt er gezongen met elkaar, hier wordt er gezongen met elkaar. En dan denk ik, het is ongelooflijk dat je dat met elkaar zingt. Dat betekent dat je vanuit een relatie mag zingen. Je mag zien op die koning, op hem die overwon. En het is echt een, voor mij in ieder geval, het zijn hier alleen al van smaakt en ziet dat de Heere goed is. Als je gevraagd wordt door Arjan om hier te gaan staan en getuigenis te geven, dan ik ben echt gaan terugdenken van hoe is het ook weer allemaal gegaan, wat heb ik allemaal van God geleerd. En dan probeer je dat helder te krijgen, maar dat lukte me niet helemaal. Dan denk ik toch van, wat moet ik vertellen of wat mag ik daaruit nemen? Ik kan geen compleet plaatje schetsen, dat wil ik ook niet doen, want er is geen norm. Wat ik wel zie als ik terugkijk, is dat het nooit vanzelfsprekend is geweest om te geloven dat God me altijd onafhankelijk van anderen heeft gemaakt. Het was bij ons thuis, ik kom uit echt een fijn gezin, maar nooit de gewoonte om stille tijd te houden, de Bijbel te lezen. Ja, je ging naar de kerk, dat was het. En we hadden het er verder ook niet heel veel over, maar dat neem ik mijn ouders echt niet kwalijk. Maar het was daarom ook helemaal niet logisch om naar de Bijbel te pakken of dat te lezen. En ik kan niet anders zeggen, want als de Heere daar honger voor heeft gegeven, mijn hart in die tijd, dan is hij het geweest die begonnen is. Het is wel een hele eenzame strijd geweest. Ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was. Ik heb er geen model voor, maar het was in ieder geval zo dat 's avonds, ik was altijd bang om te slapen. Heel veel angsten. Ik ben heel visueel ingesteld. Ik zag altijd enge beelden. En alsof er elke keer als ik in het donker kwam, een enorme strijd losbarstte. En ik heb gevochten, gestreden, gelezen. In die tijd mijn hele Bijbeltje zo'n beetje geel gekleurd, want ik ging alles arceren wat ik mooi vond. Nou, dan blijf je bezig. En dan weer bidden tot God. En ik weet nog dat moment dat ik een keer bad en dat er kwam rust en vrede. Maar om nou te zeggen dat ik toen al de Heer Jezus kende, nee. Maar ik zie wel dat hij door die jaren heen altijd de getrouwe is geweest. Ik ben iemand die makkelijk spreekt of snel contact maakt en dat kan ook je valkuil zijn. Ik zie dat de Heere soms door je spreken heen, maar ook wel heeft willen gebruiken, maar ik heb hem lang niet altijd de eer gegeven die hem toekomt. Ik heb veel moeten leren, want doordat ik sprak er met niemand over, niet over die strijd die ik 's avonds had, ook niet dat ik toen dat ik toen eigenlijk rust had gevonden. Ik sprak er eigenlijk met niemand over. Ik had er ook niet echt onderwijs in. En ik merkte de afgelopen jaren, als je echt gezond voedsel krijgt, wat je hier ook krijgt, dat het ongelooflijk is hoe de Bijbel dan nog extra voor je open gaat. En dat je echt gaat zien op die koning. En daar heb je het woord voor nodig, maar daar heb je ook gezond onderwijs voor nodig. En daar ben ik de Heer heel erg dankbaar voor. Goed, het is niet zo dat er in die tussentijd niks is gebeurd. Ik heb zoveel van hem mogen leren. En hij is echt de getrouwe. We hebben zo'n ongelooflijk grote koning. Bij hem zijn zoveel schatten. En hij deelt er graag van uit. Ook dat er niet in de Bijbel staat dat hij je beker vult, maar dat hij hem laat overlopen. En met zo'n koning hebben we te maken. Wat ik echt heb moeten leren is om ook je talenten bij het kruis te brengen. Als je... Ik heb echt tegen de Heere moeten zeggen van, nou, u geeft me dat ik kan spreken of dat je contact maakt, maar ik gebruik het tot mijn eer, want ik zat eigenlijk samen met God, probeerde ik op de troon van mijn hart te zitten. En vorig jaar op de conferentie is het geweest, op de conferentie met François Carr, dat ik toen echt heb gemerkt en dat de Heere me liet zien van, je loopt me ongelooflijk in de weg met jezelf. En het was heerlijk om dat los te laten. En ik kon daarna ook alleen maar zeggen, ik ben Annemiek kwijtgeraakt. Maar het is heerlijk, want ik heb hem gevonden. En hij heeft de leiding in mijn leven. Nou, een leven van geloof en van navolging is een leven van gehoorzaamheid. Dat is iets wat hij me ook echt heeft geleerd. Een van die dingen is, laat het een voorbeeld zijn wat je bemoedigt. Je hoeft niks te kopiëren, want God gaat zijn eigen weg met een ieders leven. Maar ik merkte bijvoorbeeld bij ons in de straat dat er best wel wat mensen waren die met heel occulte dingen bezig waren. Nou, daar had ik het met ze over. Ze kwamen thuis. Gaf ook onrust. Soms had je ergens over gesproken en dan lagen boven de kinderen te huilen. Dan denk je ook, wat gebeurt er? Aan de Heer gevraagd, u plaatst deze mensen op mijn weg. Wat mag ik, wat wilt u daarmee? En in mijn stille tijd sprak de Heer heel erg tot me uit Psalm 119.
Vers 150. Wie schanddaden najagen zijn nabij, verre houden zij zich van uw wet. Maar nabij zijt gij, o Heer, en alle uw geboden zijn waarheid. Van oudsher weet ik uw getuigenissen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld. En het was ineens, soms dan landt iets in je hoofd en in je hart. Ik weet niet of jullie dat herkennen, vast wel als je de Bijbel leest. En ineens was het van, ja, je hebt mijn getuigenissen lief van oudsher, je kent mij. En nabij zijn ook die schanddaden najagen. Misschien iets in de buurt. Ik denk, nou Heer, u heeft mijn huis, hier ben ik misschien gewoon maar buurvrouwenochtenden houden. Maar wilt u dan alstublieft mensen op mijn pad brengen die met me mee willen denken, mee willen bidden. En tegen de Heer gezegd, als u dit op mijn hart drukt, dan wil ik u gehoorzamen. Maar als er mensen zijn die in ieder geval willen mee bidden, dan weet ik ook dat ik hiermee verder kan. Prompt kom ik die dag in de blokken mijn overbuurvrouw tegen, zit in een evangelische gemeente en ik zeg het tegen haar. Ze zegt, nou ik vind het moeilijk om te spreken, maar ik vind het heerlijk om koffie te schenken. Dit is echt ook een verhoring op mijn gebeden. Zij spreekt iemand anders, ook uit de straat. En die vrouw stond net op het punt om door de wijk te gaan fietsen en te gaan bidden, omdat ze het ook niet meer wist hoe ze mensen moest bereiken. En ik kende die andere buurvrouw niet. En een dag later spreek ik iemand, een vriendin van mij, en had ik het ook even over. Die zit ook weer in een heel andere kerk. En die zei, nou, hier word ik warm van, dat gaan we doen. Dus binnen 2 dagen 4 vrouwen. En we zijn gewoon gaan beginnen om te bidden voor de wijk en voor de straat. En 1 keer in de maand houden we ook buurvrouwenochtenden. En dan sturen we 50 uitnodigingen. We hebben ook echt gezet op die uitnodigingen dat we graag ook willen vertellen welke plek God in ons leven inneemt. Nou, dan vraag je natuurlijk direct af, komen daar veel mensen? Dat vragen veel mensen. Nou, nee, 3 mensen. Of 4. Maar moet ik het daarvoor laten of doen? Nee, God vraagt van mij gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid is niet altijd van, joepie, iedereen staat er om te springen. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar God vraagt wel gehoorzaamheid en getrouwheid om te blijven bidden. En dat is ook een ander voorbeeld. Toen wij het huis kochten, we konden het eigenlijk niet echt betalen. En we hebben het gezegd, Heren, dit is niet ons huis, het is van u. Ons huis is daar. Ons huis is niet hier. En dat is een grote zonde in de reformatorische kring, dat onze huizen zijn onze vestingen en we beschermen. Het zet een groot hek eromheen, maar het is niet van ons. En we hebben het aan de Heren gegeven en eigenlijk nu, de laatste jaren, komt de Heren daarop terug. Het is zo wonderlijk welke ontmoetingen we mogen hebben in huis. Zelfs een auto kan je aan de Heren geven. Geef alles aan de Heren. En je ziet dat hij met alles mooie dingen gaat doen. En het is prachtig welke mensen je in huis mag ontvangen, dat je met mensen mag bidden. Dat we ook vrouwen uit de gemeente, dat we samen mogen bidden en samen mogen strijden ook voor de gemeente. En dat is altijd niet even, je hebt niet zicht op wat dat uitwerkt, maar ik geloof dat de Heer wonderlijke dingen doet. Want hij is koning en hij regeert en hij vraagt gehoorzaamheid. Ik wou jullie afsluiten door dit te lezen. Het is een les die ik de laatste tijd zelf echt zo heb geleerd van de Heer uit 1 Petrus 5. Van vers 9 eigenlijk. Wees gastvrij jegens elkaar zonder morren. Dient elkaar en ieder naar de genadegaven die hij ontvangen heeft. Als goede rentmeesters over de vele lei genade Gods. Dan wil ik heel even stoppen. Ik lees zo nog 2 versen. Dat is zo voor me opengegaan. Er is vele lei genade Gods. Veelsoortig, veelkleurig. Maar jij moet getrouw zijn over de genadegaven die God jou gegeven heeft. Hij vraagt gehoorzaamheid daarin van jou. Want in 1 Petrus 5 zegt hij ook dat hij de God is van aller genade. Hij omvat alles, wij zien dat niet. Dus zoek ook naar wat je bindt. Daar begon de conferentie mee. Maar wij moeten getrouw zijn over de genade die jij gekregen hebt. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Dient iemand, laat het zijn als uit kracht die God verleent. Opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Misschien mogen we met elkaar nog zingen, Liefde was het onuitputtelijk. Ja? Wat? Ja, staande.